PRI, Past Reality Integration, is zowel een theorie over waar ons lijden vandaan komt, als een methode, heel stapsgewijs, heel concreet en praktisch laat zien wat je eraan kunt doen. Ik noem PRI ook altijd liever een manier van leven dan een therapie. Want een therapie impliceert dat het zou gaan om een tijdelijk iets. Hè. Je hebt een probleem, je gaat naar een therapeut. Die therapeut past de therapie op jou toe en vervolgens ben je dan hopelijk van je probleem af. PRI is eigenlijk veel meer een bewustzijnsleer. Het is een instrument wat je aangereikt krijgt door een therapeut. Sommige mensen kunnen het alleen op basis van mijn boeken, maar dat zijn denk ik toch de uitzonderingen. Veel mensen hebben een therapeut nodig om te leren hoe dat instrument in elkaar zit, om dat te leren hanteren, om vervolgens zo goed te zijn in het toepassen van het instrument, dat ze dat de rest van hun leven kunnen blijven doen op de momenten dat ze het nodig hebben. En ik begin hier bij onze geboorte, waarbij ik dan wel moet zeggen dat dat eigenlijk een fictief punt is. Want ik denk dat de ontwikkeling al begint lang voordat we geboren zijn. Dat blijkt ook uit steeds meer onderzoek dat de prenatale periode en de geboorte zelf een enorme impact op onze ontwikkeling hebben. Maar om het vanavond niet al te ingewikkeld te maken, begin ik even simpel op het moment dat we geboren worden. En ga ervan uit dat op dat moment ons bewustzijn één geheel is. Nou, wat betekent het als een bewustzijn één geheel is? Dat houdt in dat alle informatie, input, door kan dringen op een of andere manier tot dat bewustzijn. Vervolgens verwerkt kan worden afhankelijk van het niveau van ontwikkeling van het organisme. Bij een baby zal het een ander iets zijn dan bij een kleuter of bij een puber of bij een volwassene. En dat vervolgens dat kan leiden tot een passende respons. Nou, om een voorbeeld te geven, om de abstracte taal iets begrijpelijker te maken. Een baby die honger heeft, die zal gaan huilen. Dus dat is de input, is het signaal van binnenuit dat er honger ontstaat. Vervolgens leidt dat tot een adequate reactie. Nou, een voorbeeld van een niet-adequate reactie is een baby die honger heeft, maar die heeft geleerd dat huilen geen zin heeft. Omdat er niemand komt als hij een signaal afgeeft. Omdat hij een moeder heeft die misschien het advies heeft gehad om alleen maar te voeden op bepaalde tijden wanneer zij denkt dat het goed is. Zo'n kind leert dat als het een signaal afgeeft dat er geen reactie komt. Bij dat kind is er dus geen adequate reactie op datgene wat er in hem gebeurt. Dus niet huilen is een voorbeeld van een niet adequate reactie voor een baby die honger heeft. Maar hier hebben we het nog even over een ongedeeld bewustzijn. Dat houdt in dat er stroming is. Dus er is input, wordt verwerkt en dat leidt tot output. Daar zitten geen blokkades, geen barrières in. Dat is één stromend geheel. Maar helaas blijft die situatie niet lang bestaan. Want al vrij snel in ons leven, en dat kan waarschijnlijk al prenataal gebeuren of zeker tijdens de geboorte, ontstaan er situaties die voor een kind levensbedreigend zijn. Nou, en wat is levensbedreigend? We weten allemaal natuurlijk als een kind geen voeding krijgt, als een kind geen warmte krijgt, dat het levensbedreigend is. Dat is direct fysiek levensbedreigend. Maar wat veel minder bekend is, is dat emotionele behoeften, wanneer daar niet aan wordt voldaan, dat dat ook levensbedreigend kan zijn voor een kind. En dan denk ik aan de vreselijke experimenten die Hitler in de Tweede Wereldoorlog gedaan schijnt te hebben met baby's die alleen maar fysiek verzorgd werden, maar die geen enkele koestering kregen, geen enkele liefdevolle aanraking. Die baby's die overleden binnen een jaar. Dat is weinig bekend, maar zo wezenlijk is dus aanraking, zo wezenlijk is koestering. Niet alleen de fysieke behoeftes zijn van belang als we het hebben over het overleven. Voor een kind is het namelijk zo dat als het in zijn emotionele behoeftes niet worden vervuld, dan betekent het voor een kind dat hij niet alleen niet krijgt wat hij nodig heeft, emotioneel gezien, maar het betekent ook dat hij er niet van weg kan. Een kind kan niet verhuizen naar een ander ouderpaar. Het kind kan zijn ouders ook niet veranderen, kan niet een goed feedbackgesprek hebben en zeggen jullie moeten het anders aanpakken. Het kind kan zijn eigen behoeftes niet vervullen en tot slot
heeft een kind geen tijdsperspectief zoals een volwassene dat wel heeft. Dus voor een kind is het zoals het nu is, zo is het altijd. Dus als ik nu niet getroost word, als ik nu niet word gezien in dat ik bang ben en steun nodig heb, dan voelt het alsof dat nooit zal komen. Voor een kind is er werkelijk geen alles, hè, er is geen tijdsperspectief. Het is niet zo dat iets begint en een einde heeft. Dat tezamen leidt ertoe dat er dingen gebeuren in het leven van een kind, situaties waarin zijn emotionele behoeften niet worden vervuld, die te pijnlijk zijn om daadwerkelijk tot het bewustzijn door te laten dringen. En daar begint het psychisch, wat ik noem het psychisch immuunsysteem. Zoals we een fysiek immuunsysteem hebben om te overleven, wat virus en bacteriën inkapselt en afvoert, zo hebben we ook een psychisch immuunsysteem wat deze potentieel levensbedreigende gebeurtenissen inkapselt. Om deze zaken die qua betekenis levensbedreigend zijn, wordt een muur gebouwd. Het bewustzijn splitst zich in twee delen. Eén deel waar er niets aan de hand is. Dat betekent dat het kind wat thuis wordt misbruikt, dat wordt geslagen, maar ook het kind wat wordt verwaarloosd, op school vrolijk op de klassenfoto staat en niemand weet wat er gebeurt. Daaronder zijn die dingen die zo verpletterend zijn, keurig weggestopt. Daarmee kan een kind in feite alles overleven. Een kind wat geboren is met een gezond psychisch immuunsysteem kan alles overleven. Dat is ten onrechte, wordt dat aangezien voor de flexibele of de veerkracht van een kind. Ik denk niet dat het veerkracht is van een kind. Ik denk dat het dit mechanisme is, dat dit wordt weggestopt. Dat mechanisme is dermate belangrijk voor de overleving van een kind, dat er nog een tweede stap is in dit psychisch immuunsysteem. En dat is dat er om die verdringing heen een muur wordt gebouwd. En die muur bestaat uit illusies. Dus eerst zeggen we tegen onszelf, wat daar gebeurt is niet waar. Het wordt letterlijk onder het kleed geveegd. En vervolgens bouwen we er een ander verhaal overheen. En om een voorbeeld daarvan te geven, een kind wat vreselijk geslagen wordt, kan zeggen, dus het kind weet dat het geslagen wordt. Het is niet zo dat het dat niet meer weet. Maar wat hij wegstopt, wat hij ontkent, is dat het hem pijn doet. Hij zegt, het doet niet zo'n pijn, want ik tel de slagen af. En bovendien, en dat is nog de belangrijkste illusie, zegt hij, mijn vader deed dat wel, maar hij had het beste met me voor. Hij deed het omdat hij streng maar rechtvaardig was. En daarom ben ik nu zo ver gekomen, want dat, hè, wat je niet doodt, daar word je sterker van. Dat is een voorbeeld van hoe we een eigen verhaal bouwen om iets wat gebeurd is, wat natuurlijk vreselijk is. Want een kind wat natuurlijk geslagen wordt door zijn ouder is natuurlijk iets vreselijks. Een ouder is daar om ons te beschermen, om ons bij de hand te nemen, om ons het leven te laten zien. He, om tegen ons te zeggen, you're great, zoals Barry Brazelton het zo mooi uitdrukt. Niet om ons te slaan. Op deze manier kan een kind het ergste overleven. Het probleem begint echter op het moment dat we volwassen zijn. Dan is dat bewustzijn nog steeds gesplitst in een, wat ik dan bij de volwassenen een volwassen bewustzijn noem. En dat betekent dat als we in dit deel van het bewustzijn zitten, dan weten we dat alles een begin en een eind heeft. We hebben een tijdsperspectief. We weten dat we altijd een keuze hebben. We zijn onafhankelijk. Hier echter, dit onderste deel waar die oude pijn zit weggestopt, het kindbewustzijn, is nog in dezelfde staat als het altijd geweest is toen we kind waren. Nou, wat ontstaat er nu? En daartussen zit dan de muur van afweer, de illusies, de verhalen die we onszelf vertellen, waarmee we alles wat er gebeurd is kunnen wegstoppen, een plek kunnen geven en kunnen overleven. Nou, wat gebeurt er bij een volwassene met dat gesplitste bewustzijn? En dit is dus een verhaal wat over ons allemaal gaat, hè? Op het moment dat wij gedurende de dag een symbool tegenkomen. En een symbool, dat is belangrijk om te begrijpen, dat kan alles zijn. Een symbool is alles wat tot ons bewustzijn doordringt. Maar daarmee spreek ik mezelf tegen, want het komt onbewust binnen. Alles wat gebeurt, en op elk willekeurig moment ontvangen we ruim 200.000 keer meer informatie dan we ons bewust zijn. Ik weet niet of u de media de laatste tijd heeft gevolgd, want dat begint nu enorm aandacht te krijgen, het fenomeen dat er ontzettend veel informatie binnenkomt, omdat er maar een heel klein stukje zich presenteert aan ons bewustzijn. Nou, in die
enorme hoeveelheid aan informatie die op elk willekeurig moment binnenkomt. Als daar iets tussen zit, en dan heb ik het echt over zintuigelijke waarneming. Dus het is iets wat ik zie, het is iets wat ik hoor, het is een beweging, het is iets wat ik voel, het is iets wat ik ruik. Als daar iets tussen zit wat lijkt op wat hier is opgeslagen, dan gaat er een alarmsysteem af. Het is alsof we allemaal een soort cameraatje op ons hoofd hebben wat steeds die informatie afscant en zo gauw er een overeenkomst is tussen dat symbool en wat hier zit, gaat het alarm af en dat alarm in onze hersenen leidt ertoe dat we in plaats van ons te realiseren, ja, maar er is helemaal niks aan de hand. Dit is alleen maar iets wat lijkt op iets wat al lang voorbij is. Nee, zo gaat het niet. In plaats daarvan begeven we ons acuut naar deze muur van afweer. Dat proces heeft ons het leven gered als kind. Dus daar is het al begonnen. En daar blijven we vervolgens ons leven lang mee doorgaan. En wat nou zo jammer is, is dat toen we kind waren, hadden we het nodig om te overleven. Maar als volwassenen, zolang we vrij zijn, is dit hele systeem niet nodig. Want die symbolen gaan over situaties in het hier en nu waar eigenlijk niet zo. Dit kunnen hele nare en pijnlijke dingen in het hier en nu gebeuren. Maar meestal is het probleem dat we deze beweging maken. Nou, dat is iets wat vele malen per dag gebeurt. En om een simpel voorbeeld te geven wat denk ik herkenbaar is voor heel veel mensen. Iemand geeft kritiek. En in de manier waarop die kritiek geeft is iets heel specifieks. Dat is belangrijk. Het is niet gewoon het kritiek krijgen wat als symbool werkt. Nee, er zit in dat kritiek krijgen zit een heel specifiek iets. En dat is belangrijk om dat op te sporen. Dus het is bijvoorbeeld de blik waarmee de kritiek wordt gegeven. Of het is de toon waarop iemand het zegt. Zonder dat we dat weten, doet ons dat onbewust denken aan wat hier zit opgeslagen. En in plaats van dus te luisteren naar wat die ander zegt, en misschien is het wel zinnige kritiek, misschien is het wel kritiek waar we iets aan hebben, waar we iets mee kunnen doen. Of misschien ook niet, misschien zegt het meer over de gever dan, hè, dan over de ontvanger. Maar dat hele rationele afwegingsproces kunnen we al niet meer maken, want voordat we het weten, schieten we door naar die muur van afweer en reageren met een reactie die dus niet adequaat is. Bijvoorbeeld, we worden boos. Van, hoe kom je uit in je hoofd om dat tegen mij te zeggen? Of we worden bang. We trekken ons terug in een hoekje en denken, nou, ik maak er ook nooit iets van. Dus dit is het mechanisme wat zich continu, de hele dag door, eigenlijk maar aandient. Het probleem zit dus in de muur van afweer. Het zit niet in het feit dat we als kind dingen meemaken die te verpletterend zouden zijn geweest om daadwerkelijk volledig tot ons door te laten dringen. Hoe erg dat ook is, we zijn als gezond mens uitgerust met een mechanisme om dat te overleven. Maar wat wel erg is, is dat we vervolgens de rest van ons leven gevangen blijven in een reactie die helemaal niet gaat over dat hier en nu, maar die eigenlijk dient om datgene wat al lang geleden gebeurd is, om dat maar weg te houden, om dat maar weg te stoppen, om dat niet te voelen. Met als gevolg dat we eigenlijk hele rare dingen gaan doen zonder dat te weten. En vervolgens dat tegenover onszelf ook nog eens een keer goed te praten. Want we hebben daar al onze redenen voor. Die muur van afweer, dat is dus voor de volwassenen die we zijn, dat is het probleem. Dat is waar we in gevangen zitten. Nou, dan wil ik u laten zien hoe die muur van afweer is opgebouwd. He, dus we hebben hier, dit is zeg maar de muur zelf. En hieronder zit de oude pijn, he, van het kindbewustzijn. En daarboven zit dan het volwassen bewustzijn. De eerste laag van die muur van afweer is de afweerangst. Nou, angst is een afweer omdat als we bang zijn zonder dat er sprake is van een fysieke bedreiging, dan is angst een niet adequate reactie. En ik denk zelf dat angst het mechanisme is wat zorgt, helemaal in het eerste prille begin als we nog een kleine baby zijn, waardoor dat bewustzijn in twee delen uiteenvalt. Dat zich splitst in twee delen. Ik denk dat dat komt op het moment dat we als klein kind bloot worden gesteld aan situaties die te veel stress opleveren. En met te veel stress bedoel ik bijvoorbeeld een kind laten huilen. Een klein baby, je kan daar niks tegen doen. De stresshormonen die gieren door dat lichaam heen, overspoelen die hersenen. Het kind kan, besnapt het niet, kan er geen uitdrukking aan geven. Ligt daar maar, ligt daar maar, ligt daar maar.
Dat is een voorbeeld waarbij de angst zo hoog oploopt, de stresshormonen zo hoog oplopen en het cortisolgehalte, een stof die vrijkomt op het moment dat de stress langdurig aanhoudt, zorgt voor dat het bewustzijn wat één geheel was zich splitst. En daar zit de eerste afweer angst op dat moment. Daarbovenop komt de eerste primaire afweer. Want angst is vooral fysiek. Als je bang bent, voor wie ooit bang is geweest, en ik denk dat we dat met z'n allen wel eens een keer zijn geweest, dat zit in je lichaam. Dat is een enorme fysieke reactie. Daarbovenop komen de afweren die meer cognitief van aard zijn. En de eerste afweer, daarom noem ik het de primaire afweer, is de laag bovenop de angstlaag, waarbij we denken dat er iets met ons mis is. Even teruggaan naar waar ik het net over had. De afweer dient om niet te voelen wat eronder zit. Nou, wat zit daaronder? Daaronder zit dus de waarheid dat we niet krijgen als kind wat we nodig hebben. Die waarheid is te verpletterend om tot ons door te laten dringen. Dus in plaats van die waarheid dat onze ouders ons niet kunnen geven wat we nodig hebben, in plaats van dat tot ons door te laten dringen, gaan we overlevingsmechanismen creëren die een leugen, een illusie aan onszelf vertellen. En de leugen van de primaire afweer is: ik krijg niet wat ik nodig heb, maar dat komt omdat ik niet deug. En u kent het waarschijnlijk allemaal wel. Kind wat geslagen wordt, zegt: ja, maar ik ben ook een stout kind. Zelfs meisje wat misbruikt wordt, zegt: ja, maar het komt door mij. Kinderen van wie de ouders gaan scheiden, geven zichzelf de schuld. Zelfs kinderen van wie de ouders overlijden, of één ouder overlijdt, hebben de neiging om te denken: als ik nou liever tegen papa was geweest, dan was hij niet ziek geworden en was hij er nu nog geweest. Dat is bij ten voet uit de primaire afweer. En later in ons leven ontwikkelt dat zich tot de ernstige ziektes, zoals ik die eerder heb genoemd vanavond, zoals depressie. En depressie in overdrevende trappen, dan hebben we het over suïcide. Dat hoort voor mijn gevoel allemaal thuis in deze afweerlaag. Dus het is een, het is iets wat we, het gebeurt in ons, niet omdat er nu iets aan de hand is, maar het gebeurt omdat er iets geraakt is wat eronder ligt, wat we weg willen houden. Nou, hoe effectief deze afweer ook is om niet de waarheid tot ons door te laten dringen dat we niet krijgen wat we nodig hebben van de mensen die het ons zouden moeten geven, hebben we bovenop de primaire afweer, krijgen we de afweer valse hoop en valse macht. Nou, de valse hoop is de illusie. Alle afweren geven ons een illusie, een leugen. De illusie van de valse hoop is: ik krijg niet wat ik nodig heb, maar daar kan ik iets aan doen. Want als ik nou nog meer mijn best doe, of nog beter ben, of nog aardiger ben, of nog stiller ben, of nou ja, de rij is eindeloos, dan zal het ooit genoeg zijn en dan zal ik ooit kunnen krijgen wat ik nodig heb. Bij volwassenen zie je dat iemand altijd maar doorgaat. Nou, uiteindelijk kan dat dan leiden tot bijvoorbeeld een burn-out. Valse macht is een afweer. Dat lijkt op valse hoop, alleen het is de andere kant, zou je kunnen zeggen, van dezelfde medaille. Want daar is het idee, doordat ik krijg niet wat ik nodig heb, maar dat komt niet door mijzelf, maar dat komt door de ander. Dus als die ander nou maar verandert, dan komt het goed. Nou, dat is iets wat we natuurlijk heel veel om ons heen zien. De wereld is gek en ik absoluut niet. Het ligt altijd aan de ander. Nou, dat is valse macht. Maar ook jaloezie hoort daarbij, afgunst. Al dat soort gevoelens waarbij we eigenlijk vinden dat de ander niet deugt. Nou, de valse hoop en de valse macht die zijn beter leefbaar dan de lagere afweren, primaire afweer en angst. Maar het zijn nog steeds afweren waar we wel veel problemen mee kunnen krijgen. Want te veel valse hoop, ja, dat leidt tot een overspannen. Te veel valse macht leidt tot veel conflicten. Dus uiteindelijk, wat is de ideale, tussen haakjes afweer, wat in onze maatschappij zeer gewaardeerd wordt en waar we ook onze kinderen maar al te graag in stimuleren, dat is de ontkenning van behoeften. En de ontkenning van behoeften is de afweer waarbij we tegen onszelf zeggen: ik krijg niet wat ik nodig heb, maar het is helemaal geen probleem, want ik heb helemaal niks nodig. Alles onder controle. Geen behoefte. Dus kleine kinderen, niet zeuren, niet aanstellen, schiet op, hou je mond. Het zijn allemaal manieren om het kind maar te dempen en in deze staat van afweer zo snel mogelijk te krijgen. Ja, dat is op zich ironisch dat
hoe beter je als ouder in staat bent om te voldoen aan de behoeften van je kind, hoe minder snel ze omhoog zullen gaan in de muur van afweer. Dus het kind wat zo lief en zo makkelijk in een hoekje zit te spelen, pas op, vraag je af, is dat niet een kind wat al heel jong heeft geleerd dat er niet aan zijn behoeften wordt voldaan? En is het daarom dat hij zo rustig en lief in het hoekje zit te spelen? En als je ontzettend je best doet als ouder, hè, misschien ben je met PRI bezig of op een andere manier aan het kijken naar hoe kan je je kinderen geven wat ze nodig hebben. En je doet er echt heel veel voor. En je ziet dat je kind toch veel last heeft van primaire afweer en angst. Dat is natuurlijk afschuwelijk, want daar lijdt een kind wel erg aan. Maar in zekere zin geeft het aan, als die hogere afweren minder zijn ontwikkeld dan dit, betekent het dat je misschien als ouder wel heel goed met je kind bezig bent. Want het kan ouders in de war brengen. Zeg maar, hoe kan dat nou? Ik ben zo bewust bezig met mezelf en met mijn kinderen en dan nog zie ik dat ze daar veel last van hebben. In therapie ontwikkelt dit hele verhaal zich ook door. Een paar voorbeelden daarvan. Iemand die depressief is en antidepressiva krijgt, ja, wat doen we daar eigenlijk mee? Die helpen we van de primaire afweer in de ontkenning van behoeften. Iemand die onzeker is, hè, primaire afweer, en we geven hem een assertiviteitscursus, we leren hem een trucje, die helpen we naar de valse macht toe. Iemand die zich op allerlei manieren niet goed genoeg voelt en die wil leren om in de spiegel heel hard tjaka te roepen, ik ben fantastisch, die helpen we van primaire afweer naar de valse hoop. En tot slot, de meer spiritueel gerichte stromingen, waarbij wordt gezegd van het is maar klein, het is maar persoonlijk leed, er is zoveel iets groters, de kosmos verbind je daarmee. Meditaties die gericht zijn om op die manier vanuit de ratio in feite te overstijgen wat we als individu meemaken, wat doen die in mijn ogen, helpen die mensen vanuit deze lagere afweren naar de ontkenning van behoeften. Dus we gaan een heel leven lang eigenlijk door met op allerlei manieren, allerlei variaties te maken binnen deze muur van afweer. Zo zijn er ook profielen. Als je kijkt naar mensen die heel succesvol zijn, dan zie je daar vaak veel ontkenning van behoeften. Want ze moeten maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. Dus hun eigen behoeften die worden al snel weggemaakt. Eventueel in combinatie met wat valse macht op zijn tijd als het nodig is. En een goede dosis valse hoop om maar door te gaan en door te gaan. Mensen die in onze maatschappij niet in zo'n hoog aanzien staan. Dat is een profiel waarbij je kunt zeggen valse hoop en primaire afweer. Dus iemand die ontzettend slooft en zijn best doet en iedere keer stort het weer in. En iedere keer is er weer het gevoel van ik deug ook niet en ik ben ook niks. Nou, en dan krabben we weer op om weer je best te doen en vervolgens stort het weer in. Dan zit je echt valse hoop primaire afweer. Als we kijken naar valse macht en primaire afweer, bijvoorbeeld een borderline stoornis, borderline trekken, vertoont veel kenmerken die in deze categorie horen. Dus een enorm groot gevoel van leegte en zelftwijfel. Geen stabiel zelfbeeld, maar tegelijkertijd een enorm kunnen uithalen, gestoorde agressieregulatie naar anderen toe. En daarna weer een instorten naar de primaire afweer. Ik wil nu even weer teruggaan naar de redenen voor het destructief gedrag. Die redenen die we onszelf geven. Kijk even of u herkent bij welke afweren deze voorbeelden horen. Nou, de eerste hebben we hier. Angst om voor je mening uit te komen is duidelijk. Is angst. Afweerlaag angst. Want het is natuurlijk geen gevaar. Tenzij je in een dictatuur zou wonen. Maar dat wonen we gelukkig niet. Dus angst om voor je mening uit te komen is een afweer. Nou, minderwaardig voelen hoort bij de primaire afweer. Stress en gespannen zijn bij de valse hoop. Woede, conflicten, wantrouwen bij valse macht. En in je hoofd leven duidelijk bij de ontkenning van behoeften.